Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. En in dit programma worden focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Sociale zaken en volkshuisvesting hervat, uitbetaling AKB, COVID-steun, full lockdown versoepeld, zestal maatregelen van kracht, eigen verantwoordelijkheid, samenleving doorslaggevend in strijd COVID-19 en Suriname Chinese United Association doneert partijtestkits. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft op maandag 22 juni 2020 de uitbetaling van de algemene kinderbijslag hervat in de districten Paramaribo en Coroni. Het gaat in deze om de AKB-COVID-steun over de maand 2020, waarvan de uitbetaling in Paramaribo loopt tot 29 juni. In Coroni werd afgerond. Focus sprak Monche Atompai, coördinator dienstadministratie uitbetaling sociale voorzieningen. Au tiers monde, on begin na une Paramaribo, un resort Latour, on begin pas une sma à COVID stun sa dra lanti be pramisi ta ko begin pas une à 1000 SRD per huishoudens ki a algemene kinderbijslag. En mi mag gi ook tofu informatie ta ki seide me ko begin na Latour, omdat du be begin pas algemene kinderbijslag o be begin na resort Latour. En du tijdens we pas une sma dat a COVID stun no be de van toepassing ete. Waardoor u rondaf een afgelopen week een resort, een blauw grond, Klevia en omgeving, die waren dat ook tegelijkertijd haar algemene kinderbijslag nanga a COVID steun en dat tide munde hoe begin bakaf, hoe begin desma die bekies a kinderbijslag kabama die no bekies a COVID steun, dus tide ook begin nanga a resort Latour baka dat we gona pond buiten Wintiwai en omgeving en zo a schema e vervolg godoro. Ook toen we mag gierlijk informatie dat tide munde, we begin ook toen in die coroni. Coronie we paiden sma a algemene kinderbijslag nanga ook toe a financiële bijstand desma in coronie ook is een tide. Den tenantie voor de tradistricten we mag gelijk informatie dat a wiki die pasa, a wiki die psa u rond Nikeri af. Nikeri amoni a pai pai mooi. A district commissaris heeft die complimenten voor a fasifa a pai go. En ook toe u rond a wiki die psa u rond Apura af. Dus maf Apura schreef kona foto. Dus u rond Nikeri Apura nanga koma weine ube de ook toe. U pai dape ook toe ala ding categorieën. Voor Sangralanti be pramisi tako gidensma. A wiki disi u de bezig in a voorbereiding. Voor bigi pai a district Wanika. Omdat alle deye kies telefoontjes baka voor desma voor Wanika. Van wanneer gaan ze uitbetalen. Wanneer gaat ze de uitbetaling. Ik mag ze zeggen ze mogen gerust zijn. Van de week a uitbetaling of in de plaats. Voor Wanika. Zo a traject die u zet uit. If alles aan boom in wanloof voor Tuiki. Tweede week voor juli, hoe en ik ben naar Paramaribo, geheel Paramaribo en ook toe en luk even kan leuk om voor Kabananga Wanika. Want ook bada wabi ook toe en de gebieden in Sipaliwini zou moeten go eten. Zo lekker en jabi en Matawai eten, Japua Yambo gebied, ja boven Suriname, Jap Lawa Tapana Honi, dus wat de gebieden dat eten voor de uitbetaling. Dus vandaar dat we maken dat tweede week voor juli. Voor kan ronding een betaling in een kustvlakte af, zodat u ook kan stappen overgo naar district Sipaliwini en boven Marowijnen. Voor kan rond ook toe deze, maar dat ook toe aan Monisagralanti provincie dat ook is. Zo, een solek van Garalanti bekondig je aan dat je de lukwaan periode in een periode voor 6 moen. Je zou ook eens telefoontjes als mijn actie dat ik na 6 maal 1000 moet ik krijgen. Het trouwens nog niet begrepen moen. Maar kom ik in duidelijk dat a COVID-steun zijn een paar no-no. Zowel mensen met een beperking, zwakke huishoudens en algemene kinderbijslag. En ook let wel AOV na die amon mei. Na voor amon mei. Dus ten aanzien van amu juli enzovoorts, dat die regering moest steken besluiten. Want die geven aan dat allemaal de evalueer als systeem. Dus no, amu niet zou je keren uitgieden, maar zou je pijden, maar naar die amu mee. Yes, dus in de tijd zei ik ook dat we hier voor Garalanti
van wakananga juni juli nanga de tramung sadena pasi ekong fa wodu a uitbetaling voor de mungdati en fadisma okisamoni. So en like wat je sabi a ofei gidens maar ik is a ofei garantie promise tag de bokisi 100% dat na het 525 na tapu amoni sadi kisi en dus we denken voor amung juli. Dus maar even wachten a 525 kun je ook wel zo'n garantie oteki ten aanzien voor APC voor AOV. En met sabi taka directeur voor AOV die de mantel missiona kantora de druk doen de bezig voor check naar de regering voor luku precies voor a COVID steun a 525. Ten aanzien van uitbetalen voor AKB mag taki is sabi te euro kon naar libisma nooit en altijd en in alle motaken voorzichtig in alle sma abi wan tra fasi wan tra holding sa wan sma e teki i sabi solisi e ge abe ken maken so duidelijk taki mensen teko tek a kinder bijslag mang nanga uman no muskong en if you datum no doro i no muskong dape ete ma sangwelu sanga erf sang erfaring e sorunu nanga sa praktijk e sorunu na taki tok de sma e kon tu drisma e kote kaboni wadu ri apon enorme drukte sa no be abif de if wan sma no be kon en je lekka sa ni adnadre duidelijk tak if you beurt no doro ete inom kon ma de sma ik mota oso e kon wanin gide informatie onte de datum de enzovoort terwijl de schema de gepubliceer to de schema de en jabi ook tu sma sa e kon if de na munde of trawiki munde de wanko amunde de sitaki mi yepde wanta no duf de bigi de no ma wakti do rawiki dati. I begrijp, maar overal ay go successful telek no unabi ek wan bijzondere sanita kip sana wan de betaling. We abi ook to medewerken voor beveiliging bijstand dienst voor justitie en politie. De yepu na nga orde da pe na nga nationale en leger. De yepu ook to. En ook to abi wan to veiligheid diensten. Da pe dus qua veiligheid. Hij go ordelijk en een ene zijn als bepaalde sma die ik kon toen ze voeren dat hij niet moest komen. Dus nadat hij, maar voor de rest loopt het vlot. Yes. En SD, u publiceert vanuit Nationaal Informatie Instituut, u publiceert een heel schema. Per wijzig een schema voor een auto, want u ziet dat hij de maatregel versoepelt. Door de lockdown systeem, kinkie enzovoort. Dus uno schreef je kinkie als schema voor betaling. POB-kaart is maar een letter, u kinkie heers, visie dat. Maar de maatregelen zou ben poti, u hoort de standaard. Telek zoals maar kon je zeggen, je verpleeg voor was je aan een afetzena uno. Je temperatuur en marken normaal ete. En alles maar die ik kon dat verpleeg voor kon aan mond of neus bedekken, alles maar die komt op het terrein. En zodra je temperatuur hebt, we maken contact met de BUG. Of aan de boven, is er een heel soort facetak, hoe zeg je dat? Nee, dit is niet normaal. Maar ik heb gelijk contact met de BUG. Dus alle de maatregelen die we betreffen, alle dingen gaan door. Yes, als laatste, ik wil zeggen, mijn accidents maar, zijn een loop naar alle respecten. Kom meki u horu nu na de COVID maatregel. If ano data ki u musmoto na oso kona AKB kantoro. We aksi na ngala respecti tang na u oso. We aksi ook to taki de teng disi ano teng pewe du nieuwe inschrijvingen. Ano teng pewe du verhuizingen. Ano teng pewe du aanvullingen na ngale sandati. No nu a kantoro opo sosofu kampai a algemene kinderbijslag na nga a COVID steun. Dus nono administratieve werkzaamheden voorlopig u stop de sandati. Dus if u bo kmoto na oso kong fu kon schrijf chineng of doe de sandati voorlopig kantoro no opo gi de sandati. Lek van garalanti poteng u mus hori a social distancing. Dus dat wan taki u nom samenscholing noma vinden plaats voorlopig. Dat want ik ook al tell you kon a kantoro wang a you stong etake face to face. Je kon, we do a uitbetaling en dan je go rechtstreeks naar je osso. De a kantoro opo baka voor de inschrijvingen, aanvullingen en voor nieuwtje kom bij. Of een vernieuwing na de sandati. Dat o publicering dat a kantoro opo baka voor je kan doen den administratief sanitati. En we actie ook toe teko teki a algemene kinderbijslag. Mang na nga umang nomus kong. Once man om ons kon. Voor voor mij had druk te tapajari. We actie naar alle respectie. Once man om ons kon. En if you bird no de ete. We actie you.
tang na oso te leki yu beurt doro. Ook toe we actie. If bijvoorbeeld yabi wang voor de verschijnsel COVID of noem maar op. Kan yabi griep of je koso. We actie yu tang na oso. Actie wan sma machtig wan sma yu brada. No so yu sa. No so wan famiri machtig as sma vokotek amonigi yu. Maar if yu kong na apor en uman ushita ki yabi griep of yabi wang voor de strastik. Wo seni yu gona oso. Omdat die personeel no one is ziek, de beveiligingsambtenaren no one is ziek, en uno one you ook to ziek, en kies ziek de trust maar die ook take money. Ook to e accident smate je kon na ga je ID karta. Kon na ga de nodige bescheiden die de van nodig, kon na ga je ID karta, je familieboek, na ga AKB karta. En ook to e actie et wan lazy. Uno make you kona insane if you no wear a mon cap. If you no wear the sandati and in your hold you na de regels dati, gaan we u niet naar binnen toe laten. We vragen u ook beleefd, kom op tijd. Kom op tijd, we proberen voor mij a drukte. Kom op tijd en ook toe, abi pasensi. If you birth not door it, abi pasensi. Me taki na de districte, de resorte die no kong ete aan de beurt. No de o publiceren wa schema, wo roko conform a schema dati. Omdati, u luku ala de loka stika die go gepaard na de sma die we kar kong. If one day we market taku one hori bij voor de tien sma, da u meki klari fu ontvang de tien sma. If you kong derbij, da ikon 11, en wat trasma kong a ikon 12, te fu bawa po enorme drukte dapet. Met takken ga alle de sama de luku. Galanti de nono bezig e pai a piki denge e money an a COVID steun di galanti taki jogiu. We aksi an alle le speke fa adepa noudu taki mu komoto ausu. Ta ausu. Te eko teke a money mamanga papa na ikon of mamanga piki. A mawa ikon noso a papa iteke a kaita da a paua kon. Wa wani meke drukte japeke fa isabi a corona siki a delon to go tapu. De woko mangje woko alanti no wani siki. Ma you say we amu wani siki. If we abi kolosofu feba, no so ye koso wan hebi koso. We aksi sene yu bala, oso no so yu sisa kong. Ma you say if yamu kode oso una umeke ikwaini. Te ye kwaini a jali, de yoko teke a money tu. We aksi if yu suku a mon kap. Fu tapu yu nosu anga yu mofu. If yu nabi a sani de da nabi on do fa yu bigi yu fu sama yu wa umeke yu kwa ini se. De se medita luku nou de uta haksi ku hile speki. Kuma fan bita kenka nou de galanti de bezig tapaka i algemene kinderbijslag. Nou de u de bezig tapaka i pikimi imoni anwa lokamia kuso imoni di galanti di pamisu ta au dao. It doesn't call you. That he's a medita kisi piki mi money. No, you kisi doesn't call you. Did a galanto da e. In verband ku siki di tabo ku kun liba no no. Ma uta haksi ku hile speki. E adepa no du. E daka fi ya do. No uta haksi ku hile speki. Ta wosu. Te yo kwa e kanto uta haksi tu. Bisi wan son di tata pa ibuka ku inusu. E inay son na de. Waube ikwa dendu. Plus eight of you febe, no so ita, no so ya wan ita siki ya sako, uta haksi, be, manda wan sisa, no so wan ba fi ko. Ma eight, daka fi ya do, ta wosu. Kan tangi fi. Thank you. De full lockdown is per zondag 21 juni 2020 versoepeld. Dit besluit is op zaterdag 20 juni 2020 in een televisietoespraak door president Desiree Delano Boutersen bekendgemaakt. Om de besmettingen met het COVID-19 coronavirus in Suriname niet ineens te laten pieken, is er vanuit overheidszijde een zestal maatregelen genomen. Zo is de totale lockdown zondag opgeheven en geldt de beperking van bewegingsvrijheid weer van 20 uur tot 5 uur in de ochtend. We gaan de full lockdown versoepelen per zondag 21 juni vanuit overheidszijde. Zullen wij enkele maatregelen in place echter moeten houden om de besmettingen niet
ineens te laten pieken. Bij elke maatregel zullen de algehele hygiënevoorzorgsmaatregelen blijven gelden. Dit betekent dat u de sociale afstand moet bewaren, frequent uw handen wast en mond- en neusbedekking draagt. De volgende maatregelen zullen gelden. Maatregel 1. De totale lockdown wordt opgeheven met ingang van zondag 21 juni vanaf 5 uur in de ochtend. Vanaf dit moment zal de beperking van bewegingsvrijheid weer gelden van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Maatregel 2. Bedrijven en organisaties kunnen wederom hun normale openingstijden aanhouden met inachtneming van de algemene COVID-19 hygiëne voorzorgsmaatregelen, zoals sociale afstanden, het frequent wassen van handen en het opdoen van een mond- en neusbedekking. Uiteraard rekening houden dat een ieder om 8 uur 's avonds weer thuis is. De volgende sectoren blijven gesloten voor het publiek, te weten: hotels, casino's, gebedshuizen, overdekte groente, fruit, vlees en vismarkten, bordelen, bars. Maatregel 3. Overdekte sportscholen blijven gesloten. Indien sportactiviteiten in de open lucht worden georganiseerd, zal men de algehele hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen. Contactsporten blijven verboden. Maatregel 4. Voor restaurants is de afhaal- en delivery service weer mogelijk. Maatregel 5. Bewoners van bejaarden en kindertehuizen wordt toegestaan om bezoek te ontvangen, met dien verstande dat elke bewoner slechts 1 bezoeker per dag mag ontvangen. Maatregel 6. Binnenlandse vluchten van personen en goederen worden onder stringente richtlijnen toegestaan. De samenscholing blijft gesteld op maximaal 5 personen. Ondertussen zijn er nog Surinamers die gerepatrieerd moeten worden. Dit zal de komende periode onder dezelfde stringente maatregelen voortgaan. De opheffing van de totale lockdown betekent niet dat u zich vrij kan bewegen over landsgrenzen. Al onze grenzen blijven gesloten. De operatie Drigidrisi Wakti Siki wordt gecontinueerd. De patrouilles op rivieren en bij controleposten te Stolkersijver, Redidoti, Steumer en Kraka worden versterkt met immigratieofficieren. Suriname, nu wij deels weer overgaan, vraag ik van u om op uw gezondheid te letten. Let u er vooral op dat de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Dat betekent dat u de sociale afstand bewaart, frequent uw handen wast en mond- en neusbedekking draagt. Ik benadruk wederom dat het opbouwen van uw weerstand nu het belangrijkste is. Zeker nu wij ons
in de regentijd bevinden. Een periode waarbij velen van ons vatbaar zijn voor ziektes. Eet u voldoende groente en fruit. Drinkt u veel water. Zet uw ramen en deuren open en ventilatie, zodat er voldoende zon en luchtstroom in uw huis zit. We gaan de komende periode naar een transitie in het land, niet alleen qua COVID-maatregelen, maar ook qua regering. Het overleg over de transitie vindt plaats. Laten wij ons in deze periode scharen achter één verbindend doel: onze liefde voor Suriname. Suriname treedt met de huidige situatie rond COVID-19 een nieuwe fase tegemoet. Eén waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de Surinaamse samenleving een doorslaggevende rol gaat spelen. Zo sprak president Desiré Bouterse op zaterdag 20 juni 2020 bij het afkondigen van de versoepelde maatregelen. Het Nationaal COVID-19 Management Team is tijdens de reguliere persconferentie op maandag 22 juni verder op zaken ingegaan. Zoals u weet is het zo dat mensen die uit het buitenland komen en die naar Suriname komen, die worden in quarantaine geplaatst. En daarvoor was tot nu toe steeds de gedachte om de mensen voor 14 dagen in overheidsquarantaine te laten plaatsnemen. Alvorens, als ze geen klachten hebben en in goede conditie zijn, ze uit quarantaine konden gaan. Ook daarin veranderen de inzichten tegenwoordig. En ook daarin hebben wij toch wat aanpassingen gedaan om te kijken hoe kunnen wij de quarantainemaatregelen toch naar de huidige inzichten aanpassen. Wat er nu besloten is, je ziet dat over de hele wereld een aantal landen zijn waarbij het goed zichtbaar is dat het aantal COVID-besmettingen steeds afneemt en dat COVID goed onder controle is. Een voorbeeld is Nederland, waarbij je ziet dat de piek van de COVID-uitbraak al goed gepasseerd is. En waarbij ze nu steeds meer versoepelen en aanpassen. Zo'n land moet je natuurlijk dan ook anders zien als mensen vanuit het buitenland naar Suriname komen. Anderzijds zien jullie ook dat landen zoals Brazilië, daar is er nog steeds een hevige uitbraak. Met elke dag meer dan 50.000 mensen die positief worden. Dus ook daar zal je een ander beleid moeten hebben ten opzichte van wat er in Nederland is. En dit heeft ons doen besluiten dat we ook met quarantaine nu aanpassingen in acht nemen. We denken nu dat als mensen vanuit het buitenland komen, is het verstandig om eerst te weten waar zijn de mensen nou van afkomstig, uit welke landen zijn ze afkomstig en hoe is de situatie wat betreft COVID in die landen. Want dat gaat bepalen in welke scenario mensen in Suriname in quarantaine geplaatst worden. En daar zijn een aantal scenario's. Er is een scenario dat als bijvoorbeeld mensen uit Nederland komen, ze niet meer voor 14 dagen in quarantaine hoeven te zijn, maar dat ze eerst 7 dagen wel in overheidsquarantaine zijn. En op het moment dat ze na 7 dagen geen klachten hebben en het blijkt dat hun thuisfaciliteit waar ze gaan zijn, dat toch voldoende is. En dat er genoeg maatregelen zijn dat ze thuis in quarantaine kunnen. Dat ze de tweede week, dus de tweede 7 dagen, zelf thuis in quarantaine kunnen blijven. Dat geldt dus voor landen waarbij we zien dat er een afname is van de uitbraak van COVID en beter beheersbare maatregelen zijn. Echter, landen zoals in Brazilië, daarvan zal toch belangrijk blijven dat een hoog risicogebied blijft. En daar zal nog steeds van kracht zijn dat quarantainemaatregelen toch nog steeds zullen zijn zoals het nu wordt gezien. Dus toch 14 dagen in overheidsquarantaine. En de reden waarom wij daarvoor hebben besloten, is
naarmate wij nu steeds meer van het virus weten, weten we ook dat de kans dat mensen klachten krijgen na een besmetting vaak tussen de 3 en 7 dagen zijn. Je ziet dat de meeste mensen 5 dagen nadat ze besmet zijn, klachten ontwikkelen. Dus vandaar dat we hebben gezegd van de eerste 7 dagen hebben we liever dat mensen in overheidsquarantaine zijn, want dan kan je goede klachten monitoren. En als na 7 dagen blijkt dat ze geen klachten hebben, dan verwachten we dat de kans laag is dat ze klachten ontwikkelen. Echter, omdat je toch soms ziet dat een kleine groep mensen na 7 dagen klachten ontwikkelen, is het advies dat ze dus thuis in quarantaine blijven. En zo hebben we dus ook een aanpassing en een versoepeling zeg maar, van de quarantainemaatregelen. Maar het blijft dus wel dat de 14 dagen wel gehandhaafd blijven. Maar dat hoeft dus niet vanuit welk land je komt allemaal in overheidsquarantaine plaats te vinden. Samen gaan wij op weg. Wij doen het samen. Dat hebben wij vanaf de eerste dag aangegeven. En ik ben heel erg blij om te zien dat wij de afgelopen 2 weken, zeer onaangename weken voor velen, hebben kunnen doorstaan. Bedankt, Sranamang en Sranang Uma, dat u dit ongemak bent doorgelopen, samen met een ieder. En dat wij de medische specialisten de gelegenheid hebben kunnen geven om hun werk te doen. We hebben het resultaat gezien en op grond daarvan heeft het managementteam adviezen gegeven aan de president en u heeft de maatregelen ook gehoord die ik u weer even wil doorgeven en met nadere toelichting. Alvast moet ik aangeven, u ziet ons weer met onze mondkapjes, mond- en neusbedekking. Het wordt sterk aangeraden om een mond-neusbedekking op te doen wanneer u tussen andere mensen bent. Maatregel 1, u weet dat de total lockdown, zoals we het noemen, is opgeheven, maar de maatregelen die blijven van kracht. En dan zijn er nog andere specifieke maatregelen voor deze week uitgevaardigd. Bedrijven en organisaties kunnen normaal hun openingstijden aanhouden. Dus u hoeft zich niet te houden aan de 7-2 en dergelijke openingstijden. Neem daarbij dan ook gelijk mee, want de vraag was mij gesteld, geldt alfabetische volgorde nog? Nee, het geldt niet meer. U mag naar de winkel gaan met een achtneming van de maatregelen zoals ze bij u bekend zijn. De regering van de Republiek Suriname en het Nationaal COVID Management Team hebben het besluit genomen om de individuele distributie van voedselpakketten op de 14 locaties stop te zetten. Dit vanwege het feit dat grote massa mensen zich al heel vroeg bij de locaties begeven zonder sociale afstand in acht te nemen en ook andere veiligheidsvoorschriften waaraan wij ons nog steeds moeten houden. Nog geen ramp, we gaan wel verder. Maar hoe gaan we verder? Want de afgelopen periode, en wel van 9 tot en met 20 juni, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting meer dan 18.000 voedselpakketten reeds gedistribueerd. De nieuwe procedure om in aanmerking te komen voor een voedselpakket ziet er als volgt uit. Verplicht zich te registreren op een wijkkantoor bij u in de buurt. Het ministerie van Sociale Zaken heeft landelijk wijkkantoren en wij vragen u om naar de dichtbijzijnde wijkkantoor te gaan om u te registreren en wel in de periode van 24 tot en met 30 juni. Telkens van 8 uur 's morgens tot 12 uur 's middags waarbij u echt behoeftig moet zijn. Indien u dat niet bent, laat het over voor anderen die dat harder nodig hebben dan u. Wat u nog steeds verplicht bent mee te nemen, is uw identiteitsbewijs en indien er een familieboek aanwezig is, dat u dat ook gelijk meeneemt.
Mag ik ook voor anderen in mijn huishouden komen registreren? Ja, dat mag. Indien er sprake is dat de persoon bijvoorbeeld zwanger is, een seniorenburger is, een beperking heeft of net een operatie achter de rug. En weer anderen hebben gezien in de praktijk die een bepaalde ziekte hebben waarbij ze dus niet lang kunnen staan of lang in de zon of over straat moeten gaan om hoeven te gaan. Voor hen zullen we ervoor zorgen dat de pakketten thuis worden bezorgd. Indien u dus na 3 dagen na de registratie niet wordt opgebeld, dan kunt u op de dag welke is opgegeven op uw formulier zich aanmelden om uw pakket op te halen. En de eerste dag, wanneer wij weer zullen beginnen met de individuele voedselpakkettenverstrekking, is 6 juli. De registratie wordt voor vrouwen gedaan op hun meisjesnaam. Indien u reeds een voedselpakket hebt ontvangen, dan hoeft u zich niet meer te registreren. Ik zei het al eerder, we zullen ervoor zorgen, of hoe wij te werk gaan, is het moment dat u zich registreert, komt het in het CBB-bestand. En van daaruit kunnen we dus checken als u al in aanmerking bent gekomen voor een pakket of niet. Nogmaals wil ik herhalen, vanaf Tamara, une gimoro de pakket naar de 14 locaties bij u bengi de pakket. A regering, nanga a management COVID team, stopping voorlopig, omdat voerusma begona de presi, en de man be mek de rei, lek van ube actie voor mek de rei. Zo, u kan voorkomen a verspreiding voor COVID-19, dus we zal doen tap van trafasie, en dat na uw actie u, voor go naar de differenti wijkkantoro, sade in Akondre. Natuurlijk, u hebt de morofara presi voor Sipaliwini, voor dat u onze organisering op tapuan trafasi, maar alle presi, u hebt meer dan 50 presi, die je kan go registreren, is reef hier landelijk. Het is belangrijk dat u nog moet bekies een pakket kaba. If you kon, u kan registreren, baka dat u woshi, dat u bekies een pakket. If ano de van nodu, ino de behoefte so wekaring, no kong, liben giden trawang, sa abe harder van nodu. Ook to desma, sa be registreer kaba na Hongrijpstraat, ruim fudusungsma, be registreer den strefik ba, no u apa lees, wo check den lees, if i kies wan pakket kaba, if i kies you pakket kaba, u sa, if you kies i pakket kaba, you no kies moro, maar als je nu in een kies een pakket, in een snap in de rij, we zorgen dat je kies je pakket naar je osso. Want vanaf 9 juni sami benkari, differenti organisatie en jepi unu. Zo leki kerkorganisaties, buurtorganisaties, dorpstructuren, instellingen. De man dat heeft verzameld alle de informatie voor de smas nangasa de roko. En zo ako moro makkelijk gi unu, nanga overzichtelijk gi unu, so, in a distributief pakket. En zo so we zorgen ook toe dat alles massa moet kiezen van pakket, ik kies van pakket. Dus if in you biert is ma de ook toe sa moet kiezen van pakket. En deno de in staat voor go registreer den strefi na one of de wijkkantoro, met actie unu voor jeb asma. Jeb asma, dat asma de geregistreerd. Na waf de wijkkantoro, zodat bakadati u kan zorgen dat een pakket e dorasma osso. De Suriname Chinese United Association heeft op maandag 22 juni 500 complete testkits gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit materiaal is bestemd voor laboratoria van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Eerder heeft deze overkoepelende Chinese vereniging een partij mond- en neuskapjes geschonken. Minister Antoine Elias waardeert het dat de organisatie de gezondheidssector ondersteunt.
nou de overkoepelende organisatie van Chinese verenigingen hebben ons een zoveelste donatie gegeven. Ze hadden hier eerder op het ministerie al mondkapjes gegeven. Ze ondersteunen BOG, ze ondersteunen de ziekenhuizen in alle stilte. Ze ondersteunen Wanica ziekenhuis met van alles en nog wat. En vandaag hebben ze ons testen gedoneerd. Maar laat me zeggen, dit zijn geen sneltesten. Dit zijn de testen die in het BOG en in het AZP-laboratorium worden gebruikt. Een heel welkome geste. We zijn ze dankbaar. Ik heb het ook aangehaald. De Chinezen zijn deel van het Surinaams gemeenschap. En dat laten ze keer op keer ook blijken. Niet alleen dat ze hier hun handel komen drijven en dat ze in diverse sectoren van de economie werkzaam zijn, maar dat ze, indien er een nood is, zeker voor wat het ministerie van Volksgezondheid betreft, de afgelopen jaren hebben bewezen een trouwe partner te zijn. En laat me benadrukken, dus dit is los van de Chinese ambassade-regering. Dit is puur particulier initiatief via de SCOA, en dat is de overkoepelende organisatie van Chinese verenigingen. Wat hebben ze allemaal al gedoneerd? Nou, ze hebben mondkapjes gedoneerd, ze hebben PPE's gedoneerd, ze hebben in het Wanica ziekenhuis ook flesjes water, grote hoeveelheid flesjes water gedoneerd voor de patiënten die daar liggen. Ze hebben diverse zaken gedoneerd. Zo uit het hoofd ken ik de hele lijst niet. Maar gelooft u me, ze zijn een trouwe partner gebleken de afgelopen jaren van het ministerie van Volksgezondheid. En in het bijzonder tijdens die COVID-19 periode hebben ze ons tot nu nog toe flink ondersteund. En wat vindt u van deze ondersteun? Ik vind het geweldig, want als je in een gemeenschap bent, moet het niet zo zijn dat je alleen komt om geld te maken, maar dat je ook weer iets doet voor de gemeenschap terug. En met deze gesten hebben ze de zoveelste keer bewezen dat ze ook bereid zijn iets terug te doen voor de Surinaamse gemeenschap. Wilt u ze bedanken? Ik bedank nogmaals de Chinese verenigingen, waarvan hun overkoepelende organisatie SCOA is, enorm voor deze gestes die ze allemaal hebben gedaan. En natuurlijk ook voor de gesten van vandaag. Dat zijn 500 testen. Geen sneltesten, maar testen die via het laboratorium gedaan worden. Ja, de vereniging heeft heel veel gedoneerd. Meer de bestrijdingsmaterialen, COVID-bestrijdingsmaterialen. We hebben, dit is de tweede keer dat we naar het ministerie van Volksgezondheid komen. En we hebben voor deze keer 500 testen gedoneerd. We hebben nog 6000 testen die onderweg zijn. We verwachten deze week, dinsdag of dus morgen of overmorgen, dat het in Suriname is. Dat zijn 6000 testen. En we hebben ook diverse instanties geholpen, zoals de BOG, de RGD, Wanica ziekenhuis, etc. Dit is jullie tweede donatie. Wat was de eerste? De eerste donatie had ook te maken met... Ik was er niet bij de eerste donatie, dus ik kan niet correct aangeven. Hoe belangrijk vindt u de samenwerking of de ondersteuning naar de overheid toe in verband met de bestrijding tegen COVID-19? Het is heel belangrijk. Het is heel belangrijk, want kijk, we hebben bij onze donatie, dus gewoon informele donaties, hebben we eigenlijk meer gefocust op de frontliners. Want wij vinden van, als de frontliners neervallen, de politieambtenaren, de mensen van de zorg, militairen die de grens houden, als deze mannen neervallen, is het een grote ramp voor de gehele Surinaamse gemeenschap. En Chinezen, dat is de SCOA, de Chinese gemeenschap is eigenlijk een deel van de Surinaamse samenleving. En we leven mee met Suriname. Het is niet een strijd
tegen een bepaalde bevolkingsgroep of een bepaalde politieke achtergrond. Het is eigenlijk een strijd tegen de gehele Surinaamse samenleving. En daarom willen we meevechten, willen meestrijden. En het is een project dat het, zolang COVID-19 nog bestaat, gaat het project door. Wilt u een boodschap geven in het Chinees van, weet je, dat ze graag meewerken, ondersteuning verlenen. Winkels zijn misschien nog ook gesloten, dat ze alles in acht nemen, COVID-maatregelen. Wilt u dat graag doen? Oké, dus gewoon in het Chinees. Ja. 各位观众大家好，那么我们现在呢就来到了卫生部去捐赠一批的物资，那么也是希望大家可以继续的遵从政府的一些指引啊，希望大家可以注意安全，身体健康，谢谢。 En dit was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.